Mensheid. Oh, en je had me nog zo gewaarschuwd. Door je gesmolten hart dat uit de puisten van je huid zo nu en dan naar buiten barstte. Je had gezegd, ik geef je mijn voeten van water, zeeën van lucht, wolken van regen en sneeuw en ijzel. Handen van aarde, het goede zal er zijn. Jij hebt verstand, jij zult me begrijpen. Dus vond ik de diamanten onder je huid. Om het te beschermen gebruikte ik het eelt op jouw vingers. Ik wist jouw bloed vergankelijk te maken. Bemaalde je aderen tot droge vellen. Verbrandde, verstookte, verstikte jouw adem. Vergat, als het mij zo uitkwam, dat ik in jouw lichaam huiste. Nu ben ik ten einde raad. Mijn rechten verspeeld op jouw oneindige hart. Te oud om nieuw leven te zien baren, begrijp ik mezelf niet meer. Je had me nog zo gewaarschuwd. Oh. Ik ben sprakeloos. Ik zie een verbinding. Een connectie met en zonder woorden. De connectie komt bij je binnen en opent een nieuw gevoel. Het samen strijden voor wat voor de een is overwonnen, is voor de ander een strijd van een oneerlijk en machteloos gevoel. Maar het elkaar vinden verbindt. En het verbinden is de sleutel. Wel ja, de sleutel van het verbinden van twee mensen hun gevoel. De troost in de knuffel en de sprekende woorden zeggen genoeg. Er hoeft geen oplossing te zijn voor het delen van gevoel. Ik hoor samen, wat is samen? Volgens mij is dat zij en zij. Doe het samen en gezamenlijk, maar het voelt als een wij en zij. Ik wil niet haten, maar ik heb vragen. Er is weinig waarvan ik wat begrijp. Deze dagen had te dragen, had dus nijd en onzekerheid. Ik hoor samen, wat is samen? Wat je zei, dat was zij en zij. Doe het samen en gezamenlijk, maar het voelt als een wij en zij. Ik wil niet haten, maar ik heb vragen. Wat ik verraden, dat hij die leidt. Ik zie de schade en ik vraag me, is dit de prijs voor solidariteit? Wat is de prijs van het leven? Wat ben ik bereid te geven? Tot hoever is het goed om solidair te wezen? Ik zoek de lijnen, bestudeer de strepen. Geen frame heeft me het juiste kader gegeven. En mensenleven kent geen prijs. Hetzelfde geldt voor vrijheid en gezondheid. Dezelfde prijs, maar van minder waarde. Om in leven te blijven, lijk ik bereid te geven die dingen die voor mij het leven maken. En ook al is het maar voor even. In tijden van leed is even een eeuwigheid. En in de realiteit ben ik veel meer dan 1 jaar van mijn leven kwijt. Wellicht mijn levenswerk. Een toespraak betekent vrij weinig, al staat mijn peper scherp. Zeker weten dat velen van onze autoriteiten klingen met ons mee te leven, hoewel ze in hun handeling gebreken zijn gebleken. En daar zie je de scheiding tussen het publieke en privéleven. Wat de frustratie van de menigte voedt in tijden als deze. En weet je, eigenlijk doe ik het meer voor wij dan voor mij. En mensenleven wordt wellicht gered, maar ten koste van mijn geluk, gezondheid en budget. En op langere termijn is het mijn generatie die straks moet herbouwen. Mijn asociale generatie is uiteindelijk het kind van deze rekening. En hetgene wat ik vervelend vind, is het toen het om die kaalsefeestje ging, dat iedereen zijn handje boven zijn schedel hing. En het enige wat ik dacht, is mijn middelvinger. Grap. Maar ach, wat valt om te bereiken? Mijn leiders afzeiken, uiteindelijk lost het niks op. Ik voel me eenzaam, machteloos, ben vele nachten boos en zit even op slot. Ik ben locked. Ik ben down. Hoe overleef je in een lockdown?